Right, guys, this is Nutlike67 and welcome back to Pokemon Blaze Black Randomized Nuzlocke. Er is een hele goede kans dat ik vandaag interrupted ga worden door een kleine poesie die naar buiten wil. Je ziet een beetje gestrest naar me aan te kijken op dit moment. Right. Pokewinners. Het ziet er goed uit, we gaan Genren helpen op dit moment, dus ze is de burner, we gaan switchen met Predators. Helaas dat we die Legendary vorige keer kregen, daardoor was het gewoon verspeeld dat ik een Pokémon kon krijgen daar. Oh, verkeerd. Nou ja, en voor de rest Heracross, dat is best wel goed. En een Maractus. Vogelbang. Spikes. Dat is best wel fijn. Spikes is best wel fijn. Ja, dat is goed. Zo nog meer. User applies pressure to stress points. Sharply boosting one of its. Nee. Oh yeah. Van mij. Oh, te mooi. Boost attack of knocking out any Pokémon. Zo. Lekker. Lekker, Heracross. Inferno, Blaze, slecht. Dat is niet echt hele goede moves. En een kruiwagen. Ja, dat ziet er niet geweldig uit. Alright. Oh, let's go then. Go. Had ik dit nou al aangepast? Ja, meneer Bredders voor aangezet. Alright, Chenren. I've come here to assist you. Hey, beter, het is gestopt met hagelen. Dat is gelijk ook een stuk meer relaxed voor dit. Oh, ik keek niet daarnaar. Hey. The reason why Clay is having you. Luke 14 Plasma is because he is testing your abilities. Alright. Well, still, is there anything more important than strength for trainers? Like the champion sets? Oh, I'll never understand just by thinking about it. What a bother, let's hurry and check the insides. Shall I do this? When you walk through the containers, some places are frozen. So you go sliding around. Alright, let me first take this. Oh hey, ja, zulke soort dingen. Nee, dit is om terug te komen straks. Want we gaan zo niet kunnen komen. Alright, wat is er hier? Waarom wil jij vechten? Jij hebt geen type plasma. When it's cold though, wear a lot of clothes. Only humans could come up with something so clever. Nou, dat is omdat wij geen... Wij hebben ons geëvalueerd om geen vacht te hebben. Dieren zijn daar veel slimmer in, want die hebben niet eens kleren nodig. Hoppakee. Oh, oh, kom op man. Ga naar mijne. Heeft hij 1 HP. Nou, ah, mooi. Darumaka, dat is volgens mij een fire Pokémon. Nou, ik weet niet zeker. Darumaka. Oh, ja, inderdaad. Dat is precies waar ik aan dacht. Dus, Boom, wat denk je ervan? Oh, dat ding is zo geweldig. Hier, even wat stenen. Hoppakee. Lekker Boom.
Ah, we zijn nog net iets OP. Phoebus. Phoebus kan echt bijna niets. Nou, Phoebus kan in Milotic evolueren, dus dat is toch wel iets. Oh, dat ding. Het is zo erg. Zo irritant om te vinden. En zo rip. Oh, nou, dat was easy. How we struggle in vain at the end also shows how clever humans are. Alright. If you say so. Ah, kut, sorry. Eens kijken, waar gaan we dan nog verder? Kunnen we nog verder naartoe? Oeh, hallo, los af van meneer. Nou, dat kan niet. We moeten hier dus langs. Hallo. You're pretty energetic, considering the cold place we're in. Let's warm up with a Pokémon battle. Yay. Oh, hey in Gyarados. Alright. Brothers, hier moeten we gelijk sterk gaan zijn. Want dit kan slecht uitpakken als je deze te veel laat doen. Oké, de Twister. Dat is een van de slechtste Dragon Moves die je kan gebruiken. Daar ben ik best blij mee. Oké, correct. Boom. Alright. Lekker gedaan, brothers. Kira Ball. Dat is een steel move. Steel is volgens mij bijna niets effective. Ah, the slower the user. Ik weet niet hoe slow brothers is. Valt volgens mij wel mee. Eens kijken. Even kijken waar Steel nou goed tegen is. Volgens mij echt bijna niets. Steel is goed tegen Ice. Ja. Tegen Rock en tegen Fairy. Maar Fairy is er niet. Steel is maar goed tegen twee dingen dus. Ja. Nee, ik denk het niet. Wow, het heeft maar 5 PP. Blitzel. Is een... Electric heet dat. Dus daar gaat Sliro met zijn dig. Oh yes, Sliro. Haha. Goodbye. Oh yeah. Oh, twee keer discharge gemijd. Lekker, Sliro. Je kan hier wel zien wie de pro is. Clamiao. Alright, een Clamiao. Wat kunnen we daar? Nou, laten we voor letters gaan. Dan kan iedereen wel doden. Hey, baby! Boom. Oh, rip. Nah, you don't want brothers. I warmed up, but I lost the battle, and my heart is freezing. Cold storage problems. Waarom maak ik zo'n pad? Maak ik zo'n pad zo... Oh nee, het is toch niet best wel obvious. Ik dacht dat het veel meer obvious was dan dat het is. Ja. Nice. Oh hey, ik kan niet achterkomen. Dat is niet fijn. Alright. Ja. Oké, kom. Zet die smarts aan het werk. Wat gaan we hier doen? Om hier te komen. We moeten bij een van die twee hiernaast komen. How are we gonna do that if
one does that. En toen waren we weer. Yay. Zo snel als dat de Pokémon puzzels komen, vind ik het zo kut. Oh, hey. Ah, zo moeilijk was het niet. Ah, geen beetje. Hallo. Wat heb jij te zeggen? Although I am in the cold storage, my heart is burning. Waarom willen jullie per se het allemaal hebben over de cold storage? It's a ridiculous, Felipe. Oeh, een Drifloon. Drifloon is volgens mij ghost type. Ghost flying. Dus zijn headbutt is meer op zijn plaats hier. Oh, lekker, brothers. Niet genoeg kracht om te killen, te splinchen. Kijk, dat is ace-werk. Ninja-esk. Bug flying of zo, ik weet niet precies. Het is in ieder geval een bug-type. Nou, ga ik het even checken. Ninjask. Ja, bug flying inderdaad. Bug flying dus. Burner, denk jij even van een make or break it? Kom maar op, sukkelding. Ik heb Flame Burst. Oh, maar je hebt Extreme Speed. Nou, dat deed echt veel. Goodbye. Alright, mooi. Oh no! Oh no! Oh, wat een fijne reactie was dat. Meneer, wat denk jij van even niets? The best trainer of Ice-type Pokémon in the cold storage. That's me. Ha, ik denk dat je geen één Ice-type hebt. Toketic, dat is geen Ice-type. Nou, kan niet meer. Nee, dat gaan we gewoon niet eens zeggen. Ik ga helemaal niet meer level op die Toketic daar. Want dat is nooit meer nodig. Ga gewoon hiermee de gym aan. Oh, lekker, brothers. Maar had jij inderdaad ook echt een crit nodig? Cypher. Oh, ik weet niet. Is Cypher? Cypher is volgens mij cross fighting. Ik weet niet zeker. Ja, ik zou het geweten hebben als ik hem kon vangen. Oh, Bug flying? Ah, daar. Nou, boom, wat denk jij ervan? Wat steen op hem te laten vallen. Oh. Oh. Wat gebeurde daar? Ik weet niet wat er gebeurde. Ik weet niet eens wat de Move Razor Wind doet. Ja, dat is makkelijk. Oh no, I was training another at the Icarus gym. Nee, je had geen één Ice Pokémon. Wees blij. Je hebt de Cypher gehad. Daar. En Reggie? Ik zei Reggie? Nee, geen Reggie. Alright, Swarthorion.
Rufflet. Oh, that's something. Alright. Nou, gaan we voor de body slam. Mooi. Sesmitoads. Volgens mij water en ground type. Ja, yeah, let's go. Inderdaad, dat is dat. Oh, denk je, wat een body slam. Oeh, die stuff. Ah, better shoot me a little sneller. Come on. Good. Shivering. Ik kan geen klappertanden na doen. Dat is best wel jammer. Alright, ik ga je eventjes. Oh, milk drink. Wat ga ik ook doen? Oh, je kan dus gewoon iemand anders een Brandis laten zuigen. Oh, fijn. Alright, ja, daar is dus waar de boss battle straks plaats gaat vinden. Laten we dit naar beneden gooien. Wee. Alright, Jenner en ik ga even healen. Tot zo. Zeker, we hebben toch nog wel genoeg lemonades. Moet je ook bij medicine kijken, hè, sukkel. Lemonades, 12, ja. Meer dan genoeg. Alright. Let's go. Thank you. Tijd om Team Plasma uit te schakelen. Alright. Let's go. Hey, Chairman, I'm sorry if I see you. Okay, I'll never understand. Just by thinking about it. What a bother, let's hurry, go check their insides. Good new idea of what. Alright, mind games. Oh, dat is zo makkelijk. Alright, go and then. En hier is het. En Chenren, natuurlijk, jij hoeft weer niets te doen. Oh, is someone in there? No. But the only place in the cold storage we haven't searched is here, right? What's wrong? Aren't you going to check the insides? Maybe it's Professor Juniper. Let's go! All of you, how do you rob me? I can't take this cold. Whatever. I can't believe you were really hiding. It's a bother. But if you're cold, shall I show you outside? Welcome on our king's friends. While we're taking care of them, we can't let any harm come to them here. Everyone, drive these intruders away.
Understood, Insulin of the Seven Sages. Put him up. Calls, here we come. Oh, fine. Bing! Let's each take care of one side. I'll find it. I'll find it. I'm one of the tougher members of the plasma here. Final to later. Oh ja, ik heb Predator uit of zoiets. Nou, hebben we gelijk een paint attack. Very good. Durant, Steel Bug. Steel is goed tegen Rock. Heb ik zojuist opgezocht. Dus Burner. Oh hey, het is zelfs voor ontsnapping tegen Fire. Dit gaat een feestje worden. Ah, dat is fijn. Alright, nou dat is één. If you take something away, I will take it back. Remember that. How am I supposed to win when I'm shaking because of the cold? And my own way, I'm a strong part of this fighting plasma group. Oh, right on. Alright, this is an Dit is een rock of rock situation. Dat is Radon. Nee, Radon. Het moet wel rock zijn. Ik neem niet aan dat het ground is. Maar het kan misschien wel een ground attack. Dus dat is iets meer worrying. Crunch. Oké, dat is dark. Alright, dat is nog oké. Defense. Ik geef hem nog één kans. Laat zien wat hij kan. En hij gaat nog een keer crunch doen. Alright, het kan nog een keer. Oké, tijd om te switchen. Rhydon. Wat dacht je van... Antalevita. Probeer dat maar eens te bijten met al die stekels. Oh, en dan gaan we Rock Blast doen. Die is OP. Alright, tijd voor een Brine. En Rip. Mooi. Alright, volgende is een Mawile. Is Mawile puur steel? Ik weet nu dat het in ieder geval Fairy is erbij. Maar het was... Ja, het was een puur steel type. Ook wel. Hallo Burner, kom hier. What do you think of yourself? I think that. Rip. Flamethrower. Why, thank you. Okay, 70. Huh? Deze is 75. Tegen die maar 70.
Alright, Firefang is sterker. 90, 100%. Flamethrower wordt het. Oh, en dat gaat OP worden hoor. Burner met flamethrower. Have you learned your lesson now? I'm such a sore loser. Oh, it's good. I wonder why I'm getting sleepy for some reason. Hey, for this group, I'm pretty strong. I hope you know that. Oh, kut, sorry, bombs zijn nog op 1. Kijk, ze heeft mij een Pokémon. Wat is het? Warmadam. Kijk, dat is een bug-type. Ik heb niet echt iets specifieks goeds er tegen. Nou, maar ik ga switchen voor het geval dat hij een Grass Move kan. Naar... laat de meneer eens wat actie geven. Tijd. Alright, mooi. Oh, quick plans were always interrupted. In the middle of the night, we gathered all the Pokémon we saw in front of the container, so we could transport them all at the same time. Thankfully, that old guy found us. We had been captured. Alright, wie wil voor... Ah, meneer, ga jij maar vooraan staan. Ik zou Brothers moeten doen, want Brothers die is over het algemeen best wel goed. Dus ja, Brothers, ga jij maar. Alright. But this group is very strong. And that's a fact. Het zijn jullie allemaal jongetjes en meisjes. Cradilly. Ah, die, ja. Ik weet niet meer wat voor type dat precies is. Dus Cradilly, wat ben jij? Rock Cross, oké. Nou, dat is pijn voor Brothers. Precies iets wat hij niet kan aanvallen. Oh yeah, Brothers bringing it. Ingrain. Alright, hoeveel ik dat ga doen, weet ik niet. Het lijkt me niet heel veel. Nee, echt niets. Denk het aan, Brothers. Hij heeft zichzelf als een sukkel gedragen door Ingrain te doen. Alright, mooi. Fion. Alright, Fion. Lelijke versie van Manaphy. Ik heb inderdaad nog niet echt iets om water types te coveren. Nou, goed bedoel ik daarmee. Dus ja, daar moet nog steeds een beetje op improven. Piepoel! Hey, get out of here. Meneer is all this you too. What the fuck? Shut the fuck up. Meneer says get out. Very good. Oh yeah, meneer. The shell well. No. Oh, long live Team Plasma. Pokemon at work with people may look like they're having fun, but the truth is they're suffering.
There's no doubt about it. No, we don't know, sir. I mean, you turn your gold playing like this. You guarantee you cover my rubbers. Roger. Come on. Eek. Now. You're right in your bed. You have a promise to come on in a gym, my gym. I think that guy's from a bear prairie. Whatever. Team Plasma's ideal. Separating people and Pokemon. It's exactly the same as not having Pokemon in this world as at all. That Poncho is a waste of oxygen. Bing, it's cold. I'm getting out of here. Ik neem de Pokeball. Never melt ice. Ik weet niet precies wat het doet. Is dat powered? Even kijken, powered ice moves. Volgens mij is het, gebruik je dat om Eevee te laten evolueren in een Glaceon. Nou, mensen, dan kijk ik nu naar repels heat and boosts ice type Poké. Ice type moves. Alright. And it stops. Let's go. Oh, gym tights dus. Oh. Zijn we klaar voor deze gym? Ik heb geen idee. Ga dan weer beginnen. Ja. Thank you very much indeed. Alright, let's go. Let's go and beat up that loser. Oh, Chenren. Clay, it's a pleasure to meet you. I am Chetsis of Team Plasma. I've come to pick up my associates who are in your care. Well, I don't need your friend now. Your buddy is trying to see me with some Pokemon. What's this? It seems as if there has been some misunderstanding. The only free Pokemon from wicked people. Well, they sound real nice, if it's true. I may not talk pretty, but at least I'm an honest man. You talk real nice, but what you're saying kind of sounds like you're lying. So tell me plain, what are you trying to say? Team Plasma also has an interest in Driftpile City, and we have many, many more members besides those who are here. Wow, Art Catlin. Can't tell if you're lying or not, but I reckon you won this without a fight or a fine taking kids. A decision worthy of a businessman called the Minor King. Your grasp of the situation is outstanding. Well then, he will be taking our colleagues off your hands. Goodness. Thank you very much. Don't worry, my fellow servants of the king. We are two
of the seven sages, are we not? Well then, everyone, I expect that we will meet again somewhere. I'm sorry you left him playing a girl after you tracked him down, Moonshine Boss. Say, why don't you cheer yourselves up with Pokemon Battle? Don't keep me waiting. Oh boy, well, we avoided the fight in the middle of the city anyway. Still, I can't help but think Jetsis isn't just an ordinary person. He's not like Professor Juniper, who's all kinds of amazing and interesting to kill. Well, I'm off to go make my Pokemon stronger. I really don't want to lose to the clay guy. Actually, I'm going to win my gym badge in a flawless victory. See you later, Bing. I want to kill Professor Juniper. Never forget that. We won't, Genren. We will never forget that you'd like to kill her. Right. Well, let's take a look. Hallo, wat heb jij te zeggen? Welcome to the Drift Pokemon Gym. In this gym, elevators are provided for your use. Alright. I'm sure it was tough dealing with all that right after you arrived here. For now, I'll just give you this. Fresh water. Water. The gym leader, Clay, uses ground type Pokemon. Well, just between you and me, ground type Pokemon aren't good against water type attacks. Kinda makes me wonder why Clay is living next to water. Hij heeft geen ground type Pokemon, maar van andere soorten. Hij heeft misschien één ground type. Hallo. Okay, challenger, bring it on. Nou, wat gaat dit worden? Nou, vier Pokémon. Felix. Lescalen. Ah, dat is niet echt heel erg sterk. Ze zijn al wel level 38. Dus ik denk niet echt dat ik de edge over wat Clay zal hebben qua level. Oh yeah, hey, Paralyze. Soak. Hé? Wat? Paralyze is een water type nu? Dat is best wel leuk. Oh, dat is best wel leuk. Zou dat veranderen als je switcht? I've no idea. Gastrodon. Weer water type. Wat een ground tone? Nou, laten we hem meneer nemen, anyways. Alright, meneer. Oh yeah. Schreeuw. Schreeuw zoveel als je wil. Hier is een Aerialize. Oh hé, hey, dan ga je body slam op mij doen. Wat nou? Hier, fly. Woo! Oh, de rain dance. Alright. Woo! Hallo. Meneer. Oh yeah, the Shell Bell. Barboach. Wat alleen maar water Pokémon? Wat de hel is dit? My biggest fear. Nou mooi, hij weet dat ik fly heb. Heeft hij net ook echt al gezien. Oh rip. Lekker meneer. En we regenen met de Shell Bell.
Chimchar. Daar hebben we een oplossing voor. Deze heet Antalevita. But I lost. Ja, dat was niet zo'n lastig gevecht. You didn't put up very much resistance. I'm sorry. It's just the truth. Hij heeft er nou nu naartoe. Hallo. I face my Pokémon and we share our real feelings. Oh, ik heb te snel erdoor. Ik heb net doorgekeken. Ik kijk de andere kant op. Lantern. Alright. Alweer een freaking water type. Sterk. Mooi. Heel mooi. Rattata. Mooi. Hey guys, I've been playing Pokemon Go. Here's my Rattata. Yeah, babe. Surskit, bug type. Let's go, meneer. En heel eens. Oh ja, yeah, de Shell Bell. Suicune. Oef. Ik ken de naam wel, maar niet de type. Oh hey, dat is Suicune. Alright. Oh shit, het gaat nog wel even lastig worden deze. Slero dus. Als je iets lastig hebt, dan neem je Slero. Die baast je er wel doorheen. Pressure, oké. In ieder geval een waardeloze ability. Alright. Wat? Kast. Oké, dat is fijn slecht. Oh, nog eens Rain Dance. Oké. Lijkt erop dat hij gewoon geen moves heeft. Tenzij hij straks opeens een Hydro Pump eruit trekt. Alright, dat is wel genoeg. Go for a takedown. Okay, ice move. Ow. Nu ben ik niet bang meer. Ooh,
Storm Slayer heeft hem bijna gecreëerd ook nog. Bijna ge-one-shot. Nog een keer kast doen. Reep. Alright. Lekker klaar, Slayer. Ja, dan geef je wel wat XP, geef me. Right, now my Pokemon entire both feel the sting of defeat. Alright, that's good. That's a good thing. Don't you think so? Sorry, maar ik wilde eigenlijk gaan healen. Maar alright, dan ben jij dan nog even in de weg. Neem de roer over een boom. Alright, when the elevator goes up, my spirit rises. When the elevator goes down, my spirits fall. If you want to know why clay is at the bottom, defeat me. Oh, intel. Okay, Sterling. Ik ben er klaar voor. Tactics ben ik tegengekomen. Golurk. Golurk. Het is Golurk ook alweer. Oh nee. Ik ben niet blij meer. Oh, Golurk. Bij mij heet hij iets anders. Bij mij heet hij die Artepetina. Ace number one. Alright, Ante. Heavy slam. Niet zomaar slam, heavy slam. Oh, rip. Oh mijn god, dat doet hij zichzelf door de Iron Barbs, lekker aan te levieten. Tangram. Is Tangram nou bak? Volgens mij wel. Alright, flamethrower tijd. Zoveel rip. Zoveel rip. Ja. Doei. Klang. Volgens mij is dat een steel type. Ja. Fijn. De keers. Get wrecked. Mooi. I lost the combat spirit all the way down. Alright, what's intel? Give me the intel. Clay is waiting at the very bottom because he wants to remember that he was at the bottom in the past. Now, crazy intel. Crazy intel, dudes. Jealous of you. Dus we hebben tijd om te healen. Dus ja. Uit. Het gaat oké met het team. Het neemt niet super veel damage. Na 3 battles. Maar. Ik had niet echt het gevoel dat ik hier gewoon voor een challenge stond. Dus dat kan nog zo veranderen.
En natuurlijk hoe verder we naar beneden komen daar, hoe sterker ze gaan worden. Yes, please give me. Why, thank you. Alright, let's go. Let's go again. Dun dun. Dun 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 dun. Oef. Oef. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Oh, ik ben gewoon af. Ik ben er gewoon af heen gelopen. Alright, let's go. Wat hebben we nog meer? Deze gasten hebben al gebatteld. Die gasten ook al. Nou, dat is een look. Deze gast is voor. Dit is voor die gast daar. Die wou natuurlijk gewoon met iedereen battelen. Geef meer XP. Dun, 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 dun. I received intense training from Clay. No trainer around here is out of my league. Sure, man. Oh, Clark, Isaac. Een Gorbis. Alright, gelijk al even de pressure opgooien met een water type. Oh, what the fuck gaat die type doen? Nou, we weten dat we sneller zijn en we hebben niets te doen. Ook wel, ja. Nou, 6 body slam. Hallo, welcome back. Get wrecked. Alright, boy. Bezel Brothers. Dragonair. Ik heb geen. Ja, ik heb Dragon Moves. Met Burner. Oh, ik haal Dragonair. Maar ik ben eindelijk. Is het gelukt? Ik heb hem zo lang gehaald, Dragonair. Omdat ik hem door hem maar geen Dratini kon vangen. Ik heb eindelijk de Dratini te pakken. Oh, get wrecked. Bellsprout. Well, why not? We zijn hier al. Lekker Bellsprout. Nou, die andere Pokémon moet dan ook wel heel erg waardeloos zijn. Wil die Bellsprout nu in gaan zetten. Surskit, ja, inderdaad. Alweer een Surskit. Alright, I'll take it. Zolang de gym leader maar geeft niet 5 legendaries heeft ofzo, dat zou bullshit zijn. Perfect. Lekker. Lekker naam, meneer. Oh no, I found someone. Who's out of my league? Nou, soms is dat gewoon fijn. Ah oh, nee, natuurlijk, dat kan niet. Oh. Ja, kom. Hier naartoe. Wat hebben we hier nog? Niets. Ja. Well, let's take this one down. Whee! Die is de verkeerde omhoog en dit is de goede omhoog. Hallo. Oh, wat een raar liedje.
Die heb ik nog nooit gehoord. Clear is at the bottom of the gym, but I will test you to see whether you are skilled enough to face the gym leader. Oh, dit is dus wat laatste. Female clerk. Oh, die haat ik. Koffietel. Alright, psychic type. Let's go for the body slam, brothers. Oh yeah, play the paralyzed axe. Foul play. Nah, doe niet zoveel. Better shit dan wel. Boom, correct. Hondor. Antelivita. Come here. And spray him with water. Oh, zo, intimidate. Ik ben echt bang nu hoor. Attack gaat zo laag. Maar ja, ik heb toch geen. Ik heb toch geen physical attack move. Dus ja, rip. Cottony. Dat klinkt heel erg Buck Chris-achtig. Ja, dit is het ook. Zo. Cotton Guards, ja hoor. Wat doe je daarmee? Defense. Zo. Drastisch defense omhoog gooien. Je hebt nog steeds heb je deze niet. Ah, zo crit. Uit. Goed gedaan, meneer. Shymeen. Ah, heerlijk. Shymeen. Dat is ook voor jou, meneer. Oh, wat hier was een Shymeen. Nee, de Shymeen die was super goed en die had Arte gedood. Oeh. Ah, lekker neer. Pointing for the win. Alright, rip. Lekker. Nou, dat was niet zo lastig. Ah, zo frustrating. Maybe I'm not. Ik zag het niet wat er daar aan het einde stond. Uit. Dus. Je wil zeggen dat Clay hier zit. Yep. Daar zit Clay inderdaad. Oh, ze moeten helemaal dat ding nog even openen. Maar ik ga deze keer nog niet de gym leader vechten. Dat is de volgende keer pas. Yep, daar is hij. En het chillt zich gewoon de hele tijd een beetje dagelijks daar een beetje. Ja, fucking hell. What a guy, what a guy. What a guy. Dan wil hij natuurlijk in de grond zitten ook om, zijn, om zichzelf het voordeel te geven. Goddamn cheater. Alright. Dan gaan we omhoog weer. En dan, volgens mij is het deze. Ja, perfect. En dan gaan we deze doen. En zijn we weer op de goede plek waar we moeten zijn. Oef, oef, oef. Ja. Alright. We hebben wel pas bij battling gedaan aan het begin van de gym. Nu hebben we rest alleen ons op de gym leader. De volgende keer. Dus ja, oh, dat gaat spannend worden. Ging je level ook eens vergeten. Ja. Oef, oh, dat gaat lekker spannend worden, die, die gym battle.
Want ik denk nog steeds wel dat ik de edge heb, maar ik ben wel aan het verliezen. En helemaal voor de volgende moet ik dus weer gaan trainen. Right. Nou ja, dit was het dus voor nu. This is Snotic67 and I will see you next time.